Welkom bij Woodstock. Daar zijn we weer met de Rommel Filippi. Vandaag gaan we het hebben over het folie plakken voor het schuimbeton en het randfolie aanbrengen. Er zijn best wel wat discussies over het plastic plakken van schuimbeton. Schuimbeton is eigenlijk het allerbelangrijkste dat het folie goed geplakt wordt. Wij kunnen dat voor u doen. Wij kunnen u ook helpen. We kunnen het ook samen doen. Maar ik leg in deze video eigenlijk precies uit hoe u het moet doen. Tenminste, wat de beste manier is. Kijk, wat wij willen doen, hier hebben we gewoon folie. Dat snijden we af. Op deze en 40 centimeter zo, dus dat is dan 80 centimeter. 80 centimeter. Dan hebben we een spuitlijn. En die spuitlijn spuiten op de muur. En dan doen we eigenlijk de folie wat zo te gaan. Even vasthouden. Zo, plakken we het vast. Onder een stuk. Even dichterbij komen. Want dit is. Is een verschil. Dus hier doen we de folie tegenaan. Ja. Soms kun je er nog wel eens een minuutje bij doen. Dan komen we bij het randfolie. Eigenlijk is het eigenlijk heel simpel. Ik heb hier de folie. Dat zit hier achter. Hier hebben we een montagekit. Dan doen we hier al een klein laagje montagekit. Dat plakken we hier op die rand. En we hebben een nietapparaat. En dan schieten we hem gewoon even een nietje. En dan doen we eigenlijk zo het randfoam aan. Kun je even inzoomen, kun je even kijken. Kijk, ik doe dus hier een kitje er langs, waar de oude, die kip precies zien, waar de oude aardappelplint gezeten heeft. En dan schiet ik. Kijk, dus wat je eigenlijk nodig hebt, is een nietapparaat, een kitspuit. Spuitlijn. U kunt dat bij ons bestellen. We kunnen u ook helpen. De kosten van het folieplakken van het schuimbeton is ongeveer 50% materiaal en 50% is het arbeid. Dus in principe is het, kunt u voor uzelf uitrekenen. Nou, als u het bij ons bestelt, bedraag je 200, 250 euro materiaal. Dan heeft u zeg maar, een bus met spuitlijn. Pur. Kijk, dit is dan dicht pur. De gaten moeten altijd goed ingeput zijn. Dus wat heeft u nodig? Purschuim, een spuitlijn, kan ook gewoon in spuitbussen. Een kitspuit en een nietapparaat. U kunt het bestellen via onze website. We hebben een webshop en daar kunt u dus dit hele pakket kunt u bestellen. En dan kunt u dus het video nog een keer bekijken hoe je het beste het folie kan plakken. Zorg dat het folie lekker los hier per die wand. Als het zo legt en schuimbeton komt erin, dan trekt het folie aan de bovenkant los. Dus zorg dat het altijd lekker los legt. Eerst een strook zo en later leg je hier een strook folie overheen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Misschien is het leuk om te abonneren. En u kunt hieronder ook een vraag stellen bij reacties. Als u zegt ik heb een bepaalde vraag, dan komt het goed. Vraag altijd naar de code 447. Bij Woodstock is er een code 447. Dat is een kortingscode. Daar kunt u dus gebruik van maken. Als u dus zelf helpt bij het aanbrengen of maken van schuimbeton, zelf helpt bij het verwijderen van de vloer en zelf helpt bij het folie plakken, dan heeft u een enorme korting. Want dat doen we met elkaar. We hebben namelijk, als wij het materiaal komen brengen, dan rijden we namelijk altijd leeg terug. Dan
kunnen we dus bijvoorbeeld de oude houten vloer, die kunnen we dan ook weer verwijderen voor u en eventueel afvoeren voor u. Want dat is heel vaak bestelt u een container. En die container staat bij ons eigenlijk 9 van 10 keer in de weg, want dan willen we namelijk staan met onze vrachtwagens. Dus misschien is het leuk om misschien een offerte aan te vragen. En dan daarin geeft u duidelijk aan dat u zelf helpt bij de werkzaamheden. Die korting kan oplopen tot 400 à 500 euro per opdracht. Als u het totale pakket afneemt, denk dan het foam plakken, het foam aanbrengen, de vloerverwarming, PVC-vloer, het egaliseren, de dekvloer. Dan kunt u, als u dus zelf helpt bij de werkzaamheden, soms wel een korting krijgen van 500 euro. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, nou ja, tot de volgende video. Vloerverwarming, de volgende video gaat over vloerverwarming, hoe je het beste zelf de vloerverwarming kan aanleggen. Dus daar ga ik u ook helemaal in begeleiden, legplan, etc. Dus dat wordt een interessante video. Ik zou zeggen, tot ziens en bedankt voor het kijken.